Voor dit programma reis ik de aardbol af op zoek naar wonderlijke werelden. Maar deze week vind ik die opmerkelijke wereld heel dicht bij mijn eigen huis. Bij de stadsnomaden. Dat is een groep mensen die zich buiten de maatschappij hebben geplaatst. Een gesloten gemeenschap die niet van pottenkijkers houdt, maar voor ons een uitzondering maakt. Het is zo gezellig. Je hebt ook al zo'n teringzooi. Ja, maar moet wel. Ik ben met een kachel bij ze. Het is niet anders. Ik weet het. Weg van alle verplichtingen bouwen ze hun eigen gemeenschap. Zonder dat ze het eigenlijk allemaal weggooien, hè? Dat zouden ze dus beter aan mensen kunnen geven. Ja. Waarom wonen ze hier? En hoe richten ze dat leven dan in? Beetje. Nou, gaan we vliegen zo. Als je nou denkt, ik doe het niet meer, fuck it met al die verplichtingen. Ik wil helemaal geen Sofie-nummer hebben. Ik wil geen hypotheek betalen, ik wil geen belasting betalen. Ik wil alle verplichtingen die ik heb aan de maatschappij, die wil ik niet meer. Nou, klinkt ook wel heel bevrijdend, toch? Maar ja, waar ga je dan heen? Als je gewoon je tentje opzet aan de kant van de weg, dan word je weggehaald. Als je in je camper gaat slapen, dan nemen ze je ook mee. En dan is er nog één plek in Nederland waar je dan wel mag wonen en dat heet het landje. En dat is een soort vrijstaat. En dat is op 4 kilometer afstand van mijn eigen huis. Maar waar het is, staat niet met bordjes aangegeven. Want deze mensen worden het liefste met rust gelaten. Lekker weg van de burgerlijke regeltjes en de bemoeizucht. Ik had dan ook geen idee dat dit bestond. Is dit het? Dit is het. Jezus, jongens, wat een gare plek, hè. Ik had een soort, ja, een iets romantischer beeld ervan. Hallo. Hi. Hi, ik ben Lauren. Hi. Ik ben hier. Ja, ik ben weer. Een beetje opruimen, maar we hadden een storm gisteravond. Dus alles is naar de koken. Wat een weer, hè, om hier te wonen, of niet? Jezus. Ja, de roof is daar af, mijne ook. Iedereen is een beetje schade. Het is dus niet zo'n goede sfeer in het... Ja, het is een beetje nat. Ja. Stadsnomaden. Amsterdam laat ze hun gang gaan. Maar niet te lang op één plek, om de last voor de omwonenden wat te verdelen. Tot april 2014 bivakkeerde deze groep op verschillende plekken langs de snelweg in het havengebied van Amsterdam. Het landje noemden ze het zelf. Maar daar moesten ze weer weg. Keep them rolling. Dat is de aanpak van burgemeester Van der Laan en de gemeente van Amsterdam. En na wat omzwervingen zijn ze nu beland in Amsterdam-Noord. Hoi. Hoi. Weer Peet. Ja. Lauren. Hallo. Hoi. Nou, ik ben er. Ja. Oh, wat een shit weer, joh. Het is weer om lekker binnen bij de kachel te zitten. Ja. Peet leeft al jaren met zijn vrouw Yvonne als een stadsnomade in een oude SRV-wagen. Als ik iets van deze wereld wil begrijpen, dan zal ik er een paar dagen moeten verblijven. En dan moeten de bewoners me natuurlijk ook een beetje accepteren. 1, 2, 3, 4. 4 hondjes. En een kat. En twee eigenlijk, maar die is 1 is buiten. Lisa. Hé, wat is hartstikke lekker hier. Het is heel lekker hier. We lekker warm. Voor elkaar, hoor. Ja. Ja, hè? Ja. Waarom wonen jullie hier? Want jullie wonen in een gewoon huis. Ja. Met z'n tweeën. Ja. Gewoon een vierkamerwoning. En toen? Nou ja, sowieso de buren. We woonden al in een plekje, weet je, waar je al iedereen op je let. Dus dat is voor jou wel, nou, kwamen we dit allemaal tegen. Hij vegen de snelweg. Ja, jij reed langs de snelweg? Ja. Ik was op dat moment was ik vrachtwagenchauffeur. En eigenlijk het hele land door. Toen reed ik over de A5. Toen zag ik een heel caravan gebeuren. Want wat dacht je dan toen je dat zag? Waarom trok je het aan? Gewoon het vrijere wonen. Ja. Niet dat geëikte van, je mag geen takkenpelletje of dit of dat, weet je. En, of het moet zo en zo. Al die regeltjes in. Nee, had er moeite mee gehad. Wat moet ik nou doen als ik een paar dagen hier wil meelopen? En een soort van enigszins wil inblenden? Wil je dat wel? Ja? Mag je dat wel? Nou. Van mij mag het, maar het zou wel lekker zijn als je een maaltijdje voor het kamp maakt. Nou, dat kan ik regelen. Dit kamp bestaat uit ongeveer 40 bewoners.
Hoe leven deze vrijbuiters? Is het een vrije keuze, zoals bij Peet en Yvonne? Of is het soms ook uit nood? En hoe kijkt de buurt tegen ze aan? Wat vindt u ervan? Rommelig. Nou, visueel is het natuurlijk niet de meest aantrekkelijke situatie. Ja, een beetje rommelig natuurlijk. Als je nou zo kijkt, vind je dan dat dit er wel mag zijn? Of denk je gewoon van oude vieze bende, het moet weg? Nee hoor, ik heb helemaal geen last van. Nee. Nou jongens, ik heb een bus geregeld van een vriend, dus ik mag het lenen. Ik heb gas achterin, een kookpitje, boodschappen gedaan, tomatensoep, stokbrood, ik heb bier. Ik denk dat ik hier dikke vrienden ga maken en ik zou zeggen, op naar de ervaring, God zegen de greep. Peet! Vier van mijn bus. Leuk toch? Ga ik goed zo? Is het wat? Dit is mijn huis hè, voor vanavond. Hoe laat beginnen ze hier met het bier meestal? 24 uur per dag is het. Hoi. Hoi, je hier ook? Neem een biertje. Meneer de reporter. Hi, Lauren. Hi. Mooi meid ben je. Dankjewel. Hallo. Hoe lang woon je al op het landje? 4 jaar nou. En waarom woon je op het landje? Omdat ik niet met de buren ook kan schieten. Nooit? Nee, niet echt. Altijd allemaal aan en het gaat altijd fout. Altijd gezeur en we hebben altijd visite wanneer we dat willen, maken lawaai wanneer we willen. Dus nou ja, en ik kan niet in de stad meer. Hoi. Hi. Waar woon je ergens? Dan het begin, waar je binnenkomt. Ah ja. Vind je het leuk hier? Ja, ik ben een soort van thuisgekomen sinds ik tussen deze mafkezen ben gaan wonen. Een hele aparte mensen die wel bij mij passen en ja, eindelijk waar ik mezelf kan zijn. Zonder vooroordelen. Wat voor soort mensen wonen hier dan? Mensen die in de normale wereld niet gered hebben. Het is hier anders dan aan de andere kant van het hek. Absoluut. Ja. Lekker opgeruimd tuintje heb je. Ja, leuk hè? Ja, man. Het is een beetje storm geweest. Kijk naar de spiegel. Het is een beetje tekenend voor hoe het landje is. Gespleten, maar het blijft heel. Ja. Jezus. Ja, het is een ploeg. En dan zie je ontplofte kerven. Mijn god, hé Martine, maar het is een onwijze puinhoop hier. En Zoek eens even. Oh, sorry. Dan kan je opkopen. Hi, ik ben Lauren. Ik had je even niet gezien. Hi, hey, en waarom heet je Martina? Opeens? Om mensen om me heen duidelijk te maken dat ik een behoorlijk stuk veranderd ben. En veel vrouwelijker geworden ben. Wat ik eigenlijk al mijn hele leven ben, heb ik nu, durf ik nu te laten zien. En, niet dat ik homo ben of weet ik wat ik me laat verbouwen, maar ik heb veel meer vrouwelijke trekjes. Ik ben veel directer en ik kom veel makkelijker voor mezelf op. Als ik iets niet zo leuk vind, dan zeg ik het ook gelijk. En ik claim me vrouwelijker, ik heb een vrouwelijkheid. Dus het landje. Iedereen kan hier komen staan en een vergunning voor wat wettelijk gezien kamperen is, hebben deze nomaden niet nodig. Amsterdam ziet namelijk ook wel in dat dit nu eenmaal mensen zijn die zich buiten de gebaande paden begeven. En dus worden ze gedoogd. Martina, ben jij dat? Oh, gezellig. Ik hou van muziek. Ja, ik ook. Kom maar hier, ik ben die soep in die pan aan het doen. Ik hou van muziek, dus ik heb het omhoog. Lekker. Wil je nog een biertje? Dat lijkt me lekker. Dankjewel. We doen wat het landje doen dan zo, hè? Box. Boxen. Boxen. Langzaamaan druppelen de bewoners binnen en het wordt gezellig rondom mijn busje.
een feestje, hè? Ja, altijd weer feest. Elke dag party, normaal, hè. Ze zijn nou rustig, want ze zijn in een winterslaap. Echt, hoor. Maar normaal heb je 7 dagen herrie aan je hoofd. Ja, lekker. Ja, lekker. Ze vinden ze leuk. Wat heb je nodig om hier te kunnen leven? Hier? Ja? Bijna niks. Ik heb een straat leven. Ja? Ja. Maar je moet toch eten en drinken? Ja, ik kan ook van de straat, hoor. Vaak langs winkelcentrum en zo. Als de winkel dicht gaat, en dan gooi je alles wat op de datum is, gooi je het toch allemaal weg. Nou, dan blijft nog wekenlang goed. En als je een beetje goed kijkt en je hebt een goede shot. Ja. Ik heb mezelf aan de eerste bewoners laten zien. Kennis gemaakt door wat voorzichtige vragen. De pan met soep staat op. En ondertussen ga ik met Yvonne mee naar het winkelcentrum vlakbij om ontbijt voor morgen te scoren. Toen ik net ging studeren, toen ging ik in Amsterdam wonen. Toen ging ik ook s'avonds over de straat lopen. En dan ging ik bij het Grof Vuil mijn nieuwe servies zoeken en zo. Dus het lijkt misschien alsof dit heel raar is, maar ik heb het wel eens eerder gedaan. Maar ja, dit is wel voor het eerst dat ik uit een prullenbak ga eten. Dat heb ik dan nog nooit gedaan. Is het hier? Ja. Is dat al open? Oh, dit is hem. Oh, dit ziet er toch wat minder romantisch uit dan ik me had ingebeeld. Kijk nou eens wat ze allemaal weggooien ook, hè? Nou, je hebt ingepakte broodjes. Oh, dus je neemt echt alleen een beetje de pareltjes neem je mee. Ja, maar ook ingepakt, hè? Ik kan niet Dit die vieze losse dingen. Nee. Zonde dat ze het eigenlijk allemaal weggooien, hè? Dat zouden ze dus beter aan mensen kunnen geven. Ja. Vers gemaakt in eigen keuken, fris geprepareerd. En dit is met mozzarella. Wilde iemand een gevulde koek? Meneer de regisseur, wil je gevulde koek? Oh, jij wil hem wel. Ja. Dit ligt wel los in die zak, hè? Ja. Zo doe je de presentatie over televisie inhalen. Zo sta je uit de vuilnisbak te eten. Hallo, televisiekijkers van Nederland. Nou, met onze knapzak. Ja. Ik heb daar ook nog bij de kaartjes. Hey, dit hebben we toch goed gedaan, of niet dan? Dat hebben jullie heerlijk gedaan. I go home, party is over, guys. Of ga je erin? Zo gezellig. Hey, jij bent al lekker begonnen. Ja. Je hebt je eigen trendsfeestje. Ja. Ik wel. En waarom ben jij hier? Ik ben mijn huisassistent. Oh. Ja. Omdat je veel drugs gebruikt. Ja. Ja. Veel drugs, maar nu... Maar nog steeds wel. Ja, natuurlijk. Ja. Dat is goed. Maar ik ken ze handelen. Ik ben niet verslaafd of zo, dus... There's not really one system, like someone is always doing like the food, someone else doing the water. That comes together if we arrange a party, then everybody goes and gets beer and food. And... But how, for example, do you get the electricity? Generator. Aggregaat. And who pays? Solar cell batteries, we're mostly on batteries. And... Kijk, er zijn hier allemaal vliegtuigen met lichtjes. En lampen met lichtjes. En er zijn mensen die gaan aan de onderkant van de lamp en dan doen ze iets heel raars. En dan ze hebben ze tappen het af. Jezus. Ja, nee. Ze tappen het af van de lantaarnpaal. Ja, shit, ze tappen het gewoon af. Godverdikke me. Dat doen ze dus. Ja. Oh, nou ja. Een soort van proletarische winkelen dus. Maar dan bij de energievoorziening. Dat doen keurige burgers niet. Maar wat voor mensen zijn het? Zijn het drugsgebruikers, zijn het vrijbuiters, profiteurs of idealisten? Wat voor mensen wonen hier? Nou, in dat stukje daar wonen meer de aangepaste mensen, zeg maar. Dit stukje? Nog ja. Waar ik een beetje sta. Die, ja, waar jij ook een klein beetje bij hoort, ja, ja. En hier in het midden is het een soort mix. Dus mix tussen de normale mensen en de... Ja, en de... asociale, zeg maar. Dit is een beetje ons achterbuurtje, zeg maar. Dit is een beetje de ghetto. Ja, 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 ja.
Maar ben je toch weer terug bij af bij het gewone systeem, hè? Wat moet je met deze mensen, weet je wel? Je kunt ze wegsturen, maar dan zitten ze ook zonder iets. En dat kan niet, maar aan de andere kant, samenleven lukt niet. Doei. Dat komt er wel. Nee, komt er wel. Hier is ons afval. Scheiding. Zo, dat is flink wat gezoopt hier, hè? Ja, maar dat is natuurlijk wel 5-6 maanden. Oh, dat valt nog mee. Hoeveel heb je nodig om iets gezellig te maken? Heel weinig. Heel weinig. En dat is het leuke juist van hier leven. Je komt erachter met hoe weinig je eigenlijk gelukkig kunt zijn. Ja? Ja. You think you have to want more than you need. Till you have it all, you won't be free. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. Bedtijd. Het is uurtje of 2. Het is nacht. Nou, het feest hier buiten is nog lang niet afgelopen. Deze mensen gaan denk ik door totdat de zon opkomt. Dat zal hier elke avond zo zijn. Ik heb het gehad, ik ga slapen. Ik slaap hierboven. Kijk maar even. Neem een lampje voor mee. Yes. Oké. Ik ga slapen. Wel rusten. Ben jij nog wakker? Het is echt... Het is nu denk ik 5 uur of zo. Nou ja, jongens, het is echt volstrekt geen zin om hier te gaan slapen. Ja, deze nacht streep ik af. Een rood wijntje. Zo. Ik dacht eerst nog, ik moet wel even slapen, want anders morgen moe. Maar de bewoners hier die doen daar helemaal niet aan en gaan voor een paddo-trip. Is dat mooi? Ja. Echt gek. Een beetje bitter. Nou, dan gaan we vliegen zo. Ik heb niks genomen hoor. Half 8 ochtends. Het is ijskoud in deze bus. En ik hoor gewoon nog steeds die house muziek. Het is echt om me heen een technofeest. En het houdt gewoon niet op. En je ziet dus ook allemaal mensen van tent naar tent lopen de hele tijd. Dus volgens mij is iedereen helemaal speedy. Of ik weet niet wat er hier aan de hand is. Maar het is hier onwijs druk s'nacht. Goedemorgen. Heb je geslapen? Nee. Ik dacht die paddenstoel al gegeten vannacht. Ja. Nou, dan kon ik echt niet meer slapen. Je hebt helemaal niet geslapen? Nee joh. Blijf je nou heel dag wakker? Ja. Dat doe ik wel vaker. Heel Nederland zit nu in de kantine aan de boterhammen en de soep en weet ik niet allemaal wat. En ja, zij zijn gewoon nog steeds aan het house hier. Even een bakje doen bij de buren. Hey, beer, ja. We zijn wakker. Zo, de beer, heb je beer mee? Ik heb nog eentje. Beer voor breakfast. Dankjewel. Ja, ik denk dat het wel. We gotta leave the door open van die de kooldioxide. Jullie leven eigenlijk allemaal 's nachts. Ja, we're nocturnal. People. Wanneer we willen. Als we aankomen, dan kunnen we dagen doorgaan. Soms liggen we ook dagen gewoon lekker te snurken. Wat zou er nou gebeuren als je een ritme zou moeten hebben? Kies je ervoor toch? Ik heb ook tot mijn 34, 35 in de fabriek gewerkt. Dan moest ik ook om 7 uur eruit. En, ik ging wel 2 keer per jaar lekker op vakantie en dingen. Ik had alles wat ik wil.
Vind je dit leven makkelijker, leuker dan... Nee, het is anders. Het is anders. Het is niet makkelijker. Het blijkt dat sommigen hier wel financiële steun krijgen. Maar dat is niet genoeg. En dus komt het aan op de creativiteit van de bewoners om rond te komen. Ja, jij maakt die dingen? Ja, door het gebruik van alcohol hier. We hebben a lot of them lying around here. So we started making jewelry from these things. This one is finished. And this is just a simple one. Wow. Right? Ik vind het wel gaaf dit hoor. You gotta lower it down here, lower it, yeah? Lower it, and then... It's nice. Like that. So you sell them? Yeah, I've sold a few pieces. For how much do you sell them? Yeah, it was 50 euros for the arm pad. So then you've got 50 euros? Yeah. How long does it take you to make it? Oh, about an hour and a half to make this. Well, that's good money. Yeah, it was easy. Hey, well... But the collecting them and drinking them, that's the hard part. You know, headaches, you know, this has caused me a few headaches. You're wearing a police suit. Yeah. Hoe kom je daar aan? Ja, even gevonden. De stadsnomaden zijn super aardig. Maar het is hier koud, het is nat, ik stink naar de rook en er is geen stromend water. De enige manier om te douchen voor een klein beetje geld is in het badhuis. Wat kost het één douche? Half uurtje, 1,50. Ja. Oh, dat is niet zoveel. Nee, dat is te doen. En een wasje kan je doen. En hoeveel keer in de week doen jullie dit? We proberen het 2 keer in de week te houden. Ja, we proberen 2 keer in de week te gaan. En de rest doen we gewoon thuis. Het is niet echt iedereen op het landje die denk ik naar het badhuis nee, gaat, hè? Nee, nee. Het zijn niet allemaal zo schoon, hoor. Nee. Ik denk wel als ik in het landje zou wonen dat ik over een jaar 18 jaar ouder zou zijn. Dat denkt echt. Op de duur kan je niet slapen als er geen muziek is. Als je nou terug zou kunnen naar een normaal huis? Nee. Zou je helemaal niet willen, hè? Zou je helemaal niet willen? Nee, geel gek. Als ik op visite ben bij mijn zus bijvoorbeeld, en, 2-3 uur, dan heb ik er wel weer gehad, weet je. Want wat voel je dan? Ik ben nog benauwd. Ja, dat is het. Fris geurend naar de zeep ben ik weer terug op het landje en bezoek ik Judeas. Ik ben ook al helemaal gewend aan alle zooi. Mogen we even... Hoi. Wauw, wat is het netjes hier. Jij hebt echt de enige nette plek van het hele kamp. Ja, altijd. Jeetje, hé. Nou, dit is gewoon uitzonderlijk. Ja, dit is gewoon een soort foutje. Ik kan er ook niks aan doen. Ik ben vrij netjes. Waarom woon jij hier? Omdat ik in omstandigheden ben geraakt, waardoor alles steeds meer naar beneden ging. Mijn huis werd ontruimd. Mijn spullen zijn allemaal weggegooid met vuilnis. Dan kom je op een gegeven moment in omstandigheden waarin je helemaal niks meer kunt. Ik wil geen uitkering. Ik ben altijd zelfstandig geweest. En ik wil niet in dat systeem zitten dat hun tegen mij kunnen zeggen waar ik solliciteren moet en dat ik daarvan afhankelijk ben. Ik leef van rond 50 euro per maand, 10 euro per week gemiddeld. Ja. 10 euro per week? Nou ja, misschien 12. Maar zoiets zeg maar, rond 50 euro per maand. Ik leef al rond 6 maanden van regenwater, gewoon met een zeiltje. Ja? Dat vang jij op? Ja, ja. Okay. Maar ook de watervoorziening van Judeas heeft geleden onder de storm van de afgelopen dagen. Gaat het vandaag regenen? Ziet er niet naar uit, hè? Ik zou het niet weten, maar hij hangt normaal altijd klaar. Het was alleen hele harde wind. Hij moet strakker hier. Ja, ja. Maar dan, wacht even, hoe was je? Hier drink je ook uit? Ja, ja. Dus kan je dat gewoon drinken? Ja. Ik heb er nog nooit problemen mee gehad. Ik heb zelfs tanks die rond 6 weken oud waren, al regenwater. En ja, gewoon goed. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Ik vind wel weer iets wat ik ga doen. Dat heb ik mijn hele leven gehad. Op een bepaald moment start ik weer iets. Ik zie dat niet pessimistisch of zo, nee, nee. En ik leer hier gewoon veel.
Oh, ik ben bang voor honden, jongens. Ik ben een beetje bang voor honden. Oh, hoef niet te zijn. Deze? Ja, ik heb het. Ik ben niet zo'n held met honden. Oh, is deze lief? Lauren. Hoe heet jij? Dat is Henk. Dit is Betalo. Oh, Henk is oké. Okay. Betalo, lieverd. Hey, waar woon jij, Henk? Dat is een heel goed teken. Waar woon jij? Ik woon hier. Jeetje, je hebt ook al zo'n teringzooi. Ja, maar moet wel, want ik ben met een kachel bezig. Het is niet anders. Want, oh, ik weet het. Ik zou het liever anders zien. Kijk, hier zit mijn kachel. Dus dit wil ik eigenlijk een kachel van maken. Ja. Snap je? Dan zal ik je uitleggen waarom het zo rommel is. Snap je? Kijk, en dan heb je dus allerlei dingen voor nodig. Een pijpen, hè, voor de kacheldinges. Dat is een perfect ding, hoor. Daar kan ik wel heel goede kachel van maken. Binnen ook hetzelfde lakenpak. Hé, hoe lang woon jij hier al? En hier woon ik nog maar heel kort in. Ja? Uh-huh. Maar ik ben wel een van de alleroudste stadsnomaden nog leventjes of zo. Ik woonde al zo 30 jaar geleden of zo. Tom. En waarom wil je graag in een wagen wonen? Ik wil gewoon bij de natuur blijven. En niet op een of andere manier meegaan in alle... Je zal hier ook bij mij niet een computer vinden of iets. Nou, forget about it. Zo zou het. Maar je kan ook in een huis in het bos gaan wonen natuurlijk. Ja, nou, dat of zou ik wel graag willen, maar dat mag helemaal niet in Nederland. Je mag helemaal niks in Nederland. Sommige mensen verdienen dus bij door kleding van bierlipjes te maken. Maar de meeste stadsnomaden verdienen wat door spulletjes op straat te zoeken. In de ijzige kou ga ik met ze mee. Ik kom nu langs mijn eigen huis. Waar Jort... lekker, verwarmd, achter een glaasje witte wijn zitten. Ik ga met Wendela en Heidi op zoek naar bruikbare spullen tussen het oud vel. Plantje, hè? Ja. Toch zonde? Hé, wat doe jij dan eigenlijk op het landje? Ja, ik had gewoon een paar jaar geleden ging ik uit elkaar en toen... Ik heb mijn huis verkopen en ja, ik kwam niet in aanmerking voor sociale huurwoning. Ja, weet je, mijn vriend had een eigen zaak. En dus samen was ons laatst getoetste inkomen was gewoon te hoog. Dus zo is dat een beetje gegaan. Ja. Toen dacht je, weet je wat? Ik ga naar het landje. Het kan namelijk 10 keer erger, weet je wel. Ik zou liever daar wonen dan in een instelling of zo, weet je wel. Maar heb je nu een baan? Nee, ik heb nu geen baan. En hoe zit jou? Ik werk al mezelf. Woon je lekker waar je nu woont? Of denk je van over 3 jaar woon ik weer in een gewoon huis? Ik wil het liefst gewoon in een huis wonen. Ja? Ja. Dat is wel heel leuk, ja. Neem me mee hier. Poezen. We zijn wel op poezen. Is dat leuk, toch? Nee, niet zo oud, hè. Voelt het nou ook een beetje alsof jullie familie zijn van elkaar geworden? Eigenlijk heb ik meer contact met de mensen van het kamp als met mijn eigen familie. En ja, delen is ook wel een belangrijke factor, denk je. Dus ja, je leeft als familie met elkaar toch wel. Help je elkaar ook? Ja. Ja, dat is wel een belangrijke factor ook. Ja. Met het overleven, zeg maar. Of dat je elkaar helpt. Als de ene wat heeft, dan deelt hij. Dat komt ook weer terug. Een ander moment als de ander weer wat heeft. Ja. Hoe is de score? Gaan we goed of niet? Het was een leuke bruikbare dingen gewoon. Voor op de kamp ook vooral. Ik heb een goede jas. Jij gaat vaak de hele dag door, hè? Ja. Een soort 3 dwaze dagen bij de bijenkorf. Nieuwe dag, zelfde muziek. Het gaat hier gewoon door. Maar ik verlaat de techno even om een rommelmarkt te bezoeken waar de stadsnomaden hun gevonden voorwerpen verkopen. Hey. Lekker geslapen, hè? Nou ja. Beter dan gisteren, hoor. Ja. Hoe is het met jou? Hey, dit is eigenlijk... Niks. Waarom je op het landje woont, of niet? Wat zou er nou met jou gebeuren als je in zo'n huis zou wonen dan? Nou, springen. Tot zo. Zie je daar binnen in een hoek daar. Petra van het landje is nu hier binnen om spulletjes te verkopen. Petra is een van die diehard stadsnomaden die al heel lang op het landje woont. Hey, geen spulletjes aan het verkopen. Ja, precies. Ja, je moet toch wat hebben om extra te verdienen. Maar het is best op tafel, een beetje rustig. Want je hebt nog niks verkocht? Ja, ik heb wel wat verkocht hoor, een paar euro. Hey, zijn dit allemaal spulletjes die je hebt gevonden? Ja, de meeste heb ik wel gevonden of gekregen. Die heb ik wel ook gevonden. Zijn de collectors item.
Ja, dat is van vroeger toch. Je bent het aan het verkopen, hè? Leuk is dat. Van Doe Maar. Ja, die zijn wel helemaal nog nieuw. Dit is een, is wel een hele... Chihuahua koortje. Ja, ja, ja. Heb je een hondje? Nee. Ik ook niet. Maar ja, weet je, ja, het is toch leuk. Als je niks doet, heb je niks. Ik kan in ieder geval een brood kopen. Vanavond, bijvoorbeeld. En hoeveel verdien je daar dan mee? Nou, dat verschilt een beetje. Kijk, die heb ik ook gevonden. Dat is ook nog helemaal nieuw. Het ligt aan, ik heb een keer €65 verdiend. Of 70. Hoeveel geld heb je nodig in de maand? Nou, ik leef van, zeg maar, als ik alleen om te eten, drinken, €70 per week. Het is niet voor jou een keuze van, ik wil graag op het landje wonen. Want nou, ja, dan heb kijk, ik vrijheid of zo. Nee, kijk, het is niet echt mijn keuze geweest. Wel omdat het kon, het moest. Maar ja, wat moet je anders? Ja, maar liever een gewoon huis. Nou ja, of een grotere caravan. Zoiets. Ja, het is heel anders in huis. Het is best wel afzien op het landje wonen. Dat zag je ook wel gemerkt hebben. Ja. Nou, voor jou ook een stille droom als je zo kijkt dat je denkt van ontsnappen aan alle verplichtingen en fuck it all. Ik ga in de caravan wonen. Ja, tuurlijk. Soms wel, maar niet op deze manier. Niet in Nederland met alle gezeik die er natuurlijk toch komt omdat het wel eventjes gedoogd wordt, maar echt leuk leven wordt het hier niet, denk ik. Nee, zonder waarom niet? Sofie-nummer en verzekering en omdat het hier gewoon niet werkt. Nou, ik hou er wel van als mensen dromen hebben, maar je hebt mij voor mezelf. Moet er toch een kern van realisme in zitten. Als je het romantisch bekijkt met mooi weer. Hè, ja, het, voor mij ook. Zoeken er wel mensen ook een camping. Ja, 30 graden aan het strand. Ja, zoiets. En, ja, maar om daar nou permanent op deze manier te leven, nee, dat lijkt me nou niet optimaal. Mijn avontuur hier zit erop. Het is tijd om dag te zeggen. Hallo. Kinderen. Kinderen aan de deur. Hey. Hallo, hondjes. Ik ga de bus pakken. Oh, shit. Ik ga er vandoor. Ja, jullie zijn klaar. Oké. Ja, ik ga... Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar... Ik ga toch echt in de steek, weet je? Ja. Lekker in de steek? Ja, maar ik ga je toch zegt echt even een hete douche pakken. Ja. Ik vond het heel leuk, meid. Ja? Ik ook. Ik vond het super bijzonder. En één ding, ik vind dat jullie echt met heel weinig middelen gewoon iets voor elkaar boksen wat onwijs gezellig is. Ja, hè? Gezellige detail. Veel saamhorigheid en gewoon leuke mensen en gezellig. Ja. Maar de kou valt me niet mee. Nee, dat kan ik me niet voorstellen, ja. Moet je mij nog leren gaan. Gewoon negeren. Negeren. Ja. Hey. Ga je goed? Geef me een knuffel. Ik wens jou heel veel succes met je werk. En ik hoop jou later nog eens te zien. Een hele stoere meid, zoals nu, maar dan nog stoerder. Ja? Goed. Hey? Ik ga het onthouden. Okay. Was leuk. Huh? Hartstikke bedankt voor alle wijze lessen. Ja. Kom nog een keer. Hou het hier lekker warm en gezellig. Ja. Thanks a lot. Bye. Nou, dit ga ik wel missen, deze muziek. Ik ga het gewoon door. Woehoe. Oh, douche, bed, schone lakens, verwarming. Yes. Tja, waarom woon je hier? Sommigen willen denk ik vooral lekker beneveld hun gang kunnen gaan. Of het is pure noodzaak. Maar voor anderen is het een vrije keuze. Alleen al het idee aan een normaal huis vinden ze beklemmend. Hier ben je vrij. Je hebt geen bemoeienis van het systeem, geen klagende buren... En wat ik bijzonder vind om te zien, is dat de mensen elkaar hier allemaal helpen. Dat eigenlijk zomaar iets voor mij kunnen zijn, als het op de Bahama's was geweest. Thuis bij AfroTros.